En deze kop, als ik dat zo zie, moet ik een beetje aan Will Eisner denken. Ja? Aan een Eisner-eske stijl, vind je niet? Nou ja, je weet niet de eerste die dat zegt. Vind je dat ook of denk je dat is gelul? Nou ja, ik weet niet. Ik ben een sponsor, dus het komt er altijd überhaupt wel ergens uit. Maar ja. Ik ben er niet heel bewust mee bezig met stijl. Maar met strips heb je altijd een bepaalde economie nodig in je tekenen. Dus het is niet gewoon tekenen. Het is een soort stilering van een... Want je moet een poppetje eindeloos herhalen. Dus je moet hem op een bepaalde manier herkenbaar maken dat hij makkelijk terugkomt steeds. Ja. Dat vind ik het allermoeilijkste aan strips maken. Dat je het consistent houdt. Als je strip maakt, heb je een gezicht en je hebt twee handen. Dat is mijn oude leraar. Ja. Tekenen, de middelbare school, die zei al, dat is de magische driehoek. Daar kan je alles mee uitdrukken. Ja. Twee handen en een gezicht. Daar maak je dus die diagonalen mee, die drama suggereren. Hè? Mm-hmm. Dus daar acteer je mee. Dus dat geldt voor een strip, is hetzelfde. Maar qua expressie, ga je ook nog wel eens voor de spiegel staan? Ja, tuurlijk. Ik maak net foto's, ik gebruik spiegel. Ik gebruik studiogenoten. Nou, laten zien hoe de pagina ontstaat. Eigenlijk is als je met tekst werkt, is gewoon belangrijk waar je de tekst komt. Ja. Dus dat is het eerste wat je doet. Is het eerst wat je doet, tekst plaatsen of een pagina? Hoeveel tekst heb je? Want dat moet je kwijt. Ja. En ook optisch is tekst werkt als een grijs vlak. Ja. Dus je moet wel weten hoeveel tekst, hoe groot, waar komen de balloons en de laserrichting is heel belangrijk. Dus dat is het eerste wat je erin zet. En dan maak je die breakdowns een beetje zo van, nou, zoveel plaatjes, scènes, shots. Wat voor informatie. Mm-hmm. Ja, het is eindeloos gepiel. Het is ook als ik geluid, het is het feest. Dus dit is fase 1. Ja, dat is dus al heel erg gedetailleerd. Ja, maar hier zet je dus eigenlijk alles in elkaar. Ja. Dus ik zal je laten zien, ik zo'n autootje op zou, dat heb ik ook wel ergens vandaan. Kijk, zie je. Ik ben heel slecht in auto's, dus dan neem ik een shortcut, die trace ik gewoon. Ik heb een fotootje gevonden en trek ik dan over. Ja. Ja, die zet ik dan weer in de computer, die verklein ik. Een fractie, dus dan kan ik hem mooi op de lichtbak gespiegeld hier inzetten zo. Oh ja. Dan krijg ik gewoon een mooi lekker autootje wat staat. Ja, daar bouw ik dan de rest van de achtergrond een beetje omheen. Ja. Ja, dit is dus fase 1. En dan fase 2 is dan een iets... uitgewerkte potloodschets. Hier schoon ik het allemaal nog eens op. Maak ik het wat strakker. Ja. En dan trek ik dit over. En krijg iets vergelijkbaars hier. En dat inkt ik dan. Dus eigenlijk maak je elke pagina op groot formaat 3 keer. Op zijn minst. Ja. Dus 1, 2, 3, 4. 4 keer. 4 keer zelfs. Ja, inkt is de laatste fase. En dan scannen. En dan nog tonen.